Zeer goeie avond. Welkom bij de niet zo serieuze sprookjes. Als je jong bent, worden de sprookjes voorgelezen, dan word je ouder en dan stopt dat. Vandaar deze niet zo serieuze sprookjes vandaag live van op de Gentse feesten in de balzaal van de Vooruit. Mijn gast voor deze avond, een geweldige improvisator, tv-bekendheid, Rob van Oudenhoven. En Rob, we hebben een titel gekregen van het publiek. Er was eens een spook van de Gentse feesten. En daar gaan we mee beginnen. Oei, goed. Ja. Er was eens een spook van de Gentse feesten. Er was één groot probleem. Hij sprak West-Vlaams. Ooit was hij als spook komen studeren in Gent, in de grote spokenschool in Gent. En zoals veel West-Vlaamse studenten was hij blijven hangen in Gent. Tot het grote ergernis van alle Gentenaars. En op een nacht zweefde hij door de Gentse straten en probeerde hij het volk schrik aan te jagen. Maar het werkte niet, want ze verstonden hem niet. Elke Gentenaar dat hij tegenkwam, probeerde hij boe te roepen. Maar in het West-Vlaams klinkt boe volledig anders. Het klinkt... En de Gentenaars wisten zelfs niet dat ze met een spook te maken hadden. Dachten gewoon dat ze met een of andere zatte student te maken hadden. Ja, want het was een West-Vlaams spook. En die staan bekend om ook niet zo slim te zijn. Dus elke nacht vergat het spook zijn laken. En een spook zonder laken is onzichtbaar. Ja. Dus meer dan een stem in de wind was hij nooit. Tot hij een ander spook tegenkwam en zijn probleem voorlegde. Hé, hey, dag collega, ik kom mijn probleem voorleggen. Zei hij in het West-Vlaams. Het andere spook was gelukkig ook uit West-Vlaanderen. En zo ontstond er een volledig West-Vlaamse dialoog tussen twee spoken. Ja. Hey. Zei de ene. Zei de andere. Hoho. Maar gewoon een heeho. Ja, en dan volgt nu de vertaling. Hé, collega spook. Ik ben ook een spook. Ah ja, dag collega spook. Ik ben ook een spook. Zeg, ik heb een probleem. Mensen zijn niet bang van mij. Oei, hoe komt dat? Ja, ik weet het niet. Het is daarom dat ik het vraag aan u. Ah, oh, 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 my, oh, oh, oh. Heel lang, oh, 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 ertussen. Ja, ja. En dan zei hem, ah, maar jij hebt uw laken nooit bij. Nee. Aha. En toen wist hem het. Vanaf toen wist hem, ik heb een laken nodig. Ja. Dus vlogen zij samen naar de IKEA. Omdat... bij IKEA heel vaak de lakens in reclame staan. Maar dat was wel belachelijk. Omdat aan de kassa wilde hij betalen. Wacht, hoe zat het nu weer? Ja, aan de kassa wou hem betalen, maar hij was onzichtbaar. Hij was onzichtbaar. De kassierster zag alleen een zwevend... laken. Een pak. Ja, een plastic pak waar de laken in zat. Ja. En die kassierster wist niet waar dat ze het had. Nee, gaat dat moeten bij zijn. Ja, dat moeten bij zijn. Dat was onwaarschijnlijk. Dat heeft nog in de gazet gestaan. Dat heeft toen in de krant gestaan. Ja. 10 november 2011. 11 november. En, kan zijn. Ah nee, dan zijn er geen gazetten. Nee, dat was echt waar. Maar nee, gaat dat... Nee, dat was nee, want ik weet... Hij was er... Ja, maar nee, gaat niet in die schoenen van die kassierster staan. Nee. Want je moet dat manneke mee. Is er een kassierster hier van de IKEA? De kassierster was nadien nog te horen op de radio. En dit was haar verhaal. Wel, ik zat kijk aan de kassa van IKEA van Gent. Hij vleegde daar godverdomme pak laken voorbij de kassa.
En zijn kik verschoten, zeg. Ja, ja. En die hebben niet betaald, hè? Die hebben niet betaald. Dus gratis laken uit een IKEA. Zij ze in haar beste Gent. Nu, ondertussen had ons spook dus wel degelijk een laken. En hij stond voor de eerste avond dat hij effectief Gentenaars kon doen verschieten. Hij was kweenjoe gelukkig. Het werd donker. Hij haalde het laken uit het pak, gooide het over zijn onzichtbare lichaam en kwam naar buiten. Net tijdens de Gentse feesten. Ja. Maar warm dat was met dat laken. Warm dat was. Na anderhalve minuut onder dat laken had hem het gat met dat laken. Ja, hij zei, hoe doen die dat? Ah nee, het was de West-Vlaming. Ja. Hoe doen die dat, zei? Met een laken, die hoofd verdomme 45 graden. Hij wierp het laken af en hij dacht, ik ga het toch zonder laken proberen. Allee, dan... En zo eindigt eigenlijk het sprookje... Waarom klak ik nu West-Vlaams? En zo eindigt eigenlijk het sprookje van het West-Vlaamse spook... Dat eigenlijk nooit gezien is geweest. Nee. Het enige wat er gevonden is een laken met twee gaten in tijdens de Gentse feesten. En dat schijnt, spookt het spook nog steeds. Dus als je ooit 's nachts in Gent rondloopt en je hoort ineens... Moho. Dan is dat geen zatte student, maar dan is dat het spook zonder laak. Wat is nu de moraal van dit verhaal? West-Vlamingen werken niet graag. Dank u wel. Slaap lekker.